ontdekkingstocht in het natuurgebied van de Blankaard. Een parel in de IJzervallei. Heel vroeg in de morgen, 5 uur, nog voor het ochtendgloren, verzamelen een achttal moedigen aan het bezoekerscentrum Kasteel de Blankaard voor een boottocht op de 50 hectare grote vijver. De Blankaard was reeds rond de jaren 1900 gekend als een uitzonderlijk natuurgebied voor de vele vogel- en plantensoorten die erin voorkomen. De vijver is ontstaan door turfontginning. De IJzerbroeken vormen een van Vlaanderens meest opmerkelijke open ruimtes. De afwezigheid van akkers mag van de broeken een uitgestrekte mozaïek van bloemrijke hooi- en weilandpercelen, doorspekt met perceelschrachten en kleine, vegetatierijke slootjes, vormt het een ideale thuis voor moeras- en weidevogels zoals de rietzanger, de zomertaling, de gruto en de kwartelkoning. Door het groot internationaal belang als overwinteringsgebied voor watervogels is de IJzervallei zelf als Europees vogelrichtlijngebied aangeduid. Gelijkaardige, natte en overstroombare valleigebieden zijn in Vlaanderen haast niet meer te vinden. Geen wonder dus dat hier ook heel wat bijzondere planten hun toevluchtsoord hebben gevonden, zoals de rasprei, een zwanenbloem, gedijen prima aan de slootkant, het tweede kervel torkruid, een plant van overstroombaar vochtig grasland, komt zelf nergens anders in België meer voort. Dat zijn toch natuurliefhebbers. En het mooie Belgische platteland, die nu in de verte de IJzer
en de ijzertoren helemaal in de verte. En de windmolens van Nieuwkerken. Nee. Maar waar ook? Nieuwkapelle. Nieuwkapelle. En in de achtergrond hoort u daar, in dat bosje, dat je daar krioelt van de vogels en andere soorten dieren. Met vierpoten. En ik laat u dus nu genieten van